Dit is het TV West Nieuws van donderdag 17 april met daarin. Duindorpers pesten allochtonen stelselmatig weg. Burgemeester Van Aartsen tolereert gedrag duindorpers niet. En wat een gedoe met die wikkels om paaseitjes. Dag dames en heren. Belediging, bedreiging en vernieling. Allochtonen die in het Haagse Duindorp willen komen wonen, worden door buurtbewoners stelselmatig de wijk uitgejaagd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West. De laatste maanden neemt de agressie tegen allochtonen zorgwekkende vormen aan. Ingegooide ramen in de Plevierstraat. Opnieuw is er geweld gebruikt tegen allochtone gezinnen die in de wijk willen komen wonen. Het is al het zesde incident dit jaar. In de straat stonden vier huizen leeg. Ja, ik weet het. En er komen vier huizen stonden leeg. En wat komt er allemaal? Alle nationaliteiten, ballen van blanken. Ja, en wat hebben de jongens, wat hebben de mensen gedaan in de straat? Alle vier de huizen de ramen ingedonderd. Optreden, wegwezen. Ja. Ruiten ingooien, het spuiten van graffiti met racistische leuzen. Er zijn mensen bedreigd. Bewoners, woningzoekenden. En ook onze medewerkers zijn in sommige situaties bedreigd als ze met een kandidaatbewoner een woning kwamen bezichtigen. Mijn moeder kwam daar wonen, ze had niks gedaan. Er werden eieren gegooid tegen het raam. Er werd belletjes getrokken en daarna gingen de jongeren weg. En zo, dat ging een beetje een tijdje door. En ook bedreigingen. We hebben ook bij mijn straat woont een bruine vrouw en die het raam is ook pas ingegooid. Duindorp staat van oudsher bekend als een gesloten gemeenschap die niet veel op heeft met buitenstaanders en zeker niet met allochtonen. De komst van steeds meer allochtone gezinnen wordt door veel wijkbewoners verafschuwd. Mijn moeder had een spoedwoning nodig, urgentie. Hebben ze haar hier gezet. Maar zeiden wel tegen haar van als je problemen hebt, dan moet je even gelijk laten weten, want je bent in de racistische buurt. Dat wel. Dat is zo gezegd tegen haar. Die pesten er net zo lang weg tot ze dan eruit zijn. Ja. Ja, toch wel zielig weer. Of als het gezin met kinderen zijn. Of oude mensen. Maar u keurt dat niet af? Nee. Ik jaag het juist toe. Dat ze ramen ingooien? Als er zo'n klapperaap komt, wel. Komt er een blanke, doe ik helemaal niks. Ik jaag het er niet toe ook. Maar zodra er een boerka komt met een kameel. Ja, daar heb ik niet. Gauw in, wegwijzen, opruimen. Kijk, waarom zou je als allochtoon zijnde op dit kleine stukje aarde willen wonen? Dus je hebt een heel land voor je. En dan kom je hier wonen, een klein stukje dorp, wat nog gewoon helemaal schoon is van al die rotzooi. En dan kom je daar wonen. Je hebt zoveel plek om te gaan wonen, kom je hier niet wonen. Gewoon. Misschien een hele stomme vraag voor mij, maar u heeft zelf natuurlijk ook een kleurtje. En u zegt dit soort teksten. Ja, ik ben een geval apart, laat ik het zo zeggen. Maar je moet hier als allochtoon zijnde, moet je hier niet zijn. Ja, en verslaggever Mark Kool volgt de toestand in Duindorp. Ja, de situatie in die wijk is erg heftig. Jij hebt daar een tijdje rondgelopen. Wat is jou daar opgevallen? Nou, wat me vooral opvalt als je hier rondloopt en mensen aanspreekt, is dat eigenlijk bijna iedereen van mening is dat allochtone mensen hier niet in de wijk horen te wonen. Als je vervolgens de mensen confronteert met de incidenten die zich de afgelopen maanden hebben voorgedaan en vraagt wat ze daarvan vinden, dan zijn er opmerkelijk veel mensen die dit gedrag goedkeuren en het ook wel begrijpen. Ja, maar het dreigt wel erg uit de hand te lopen. Wordt er al gepraat over maatregelen? Nou, zowel de gemeente als de politie als ook Vestia, de woningcoöperatie hier, die nemen wat hier allemaal gebeurt uiterst serieus en zijn met elkaar in overleg. Want ze vinden dat wat hier gebeurt absoluut niet meer kan. Laten we even luisteren naar burgemeester Van Aartsen. Ruiten ingooien, leuzen op muren van eigen volk eerst, haken kruisen. Al dat soort gedoe wat we nu in delen van Duindorp zien. Daar kan ik maar één ding over zeggen, dat tolereren we niet. En dat betekent? Dat betekent dat ik daar dus zowel Vestia achter zet. Vestia heeft een goed systeem van rode en gele kaarten. De politie uiteraard. Ik zal uiteraard ook zorgen dat het maatschappelijk werk, maar ook de scholen na de vakantie bij dit vraagstuk worden betrokken. Want deze vormen van, ik kan niet anders noemen dan racisme, die willen we niet in de stad Den Haag. Wij zullen in ieder geval de mensen die we kennen die dit gedrag vertonen, die worden te woord gestaan bij ons op kantoor. Wordt duidelijk gemaakt dat we dit niet accepteren. Dat doen we overigens samen met de politie. En afhankelijk van het verloop van dit gesprek, van zo'n gesprek, zullen er verdere maatregelen worden genomen. En uiteindelijk kan het zelfs toeleiden dat mensen uit hun huis gezet worden.
Je zag een bijdrage van Mark Kool en Elmer Smaling. Drie bewoners hebben al aangifte gedaan en ook Vestia is van plan aangifte te doen. De PvdA in de Tweede Kamer heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om opheldering gevraagd over het gebeuren in Duindorp. En Omroep West blijft de situatie de komende tijd volgen. Het nieuwe college van Leiden is een feit. Vanmiddag exact 16 over 12 waren de partijen het met elkaar eens. Verslaggever Maarten Brakema. Precies 4 weken na de gemeenteraadsverkiezingen bereikten D66, SP, VVD en PvdA in Leiden een akkoord. Samenwerken en innoveren heet het. En volgens de leider van de grootste partij, D66, Robert Strijk, bevat het voor elke partij wat wils. De beelden waar Leiden naartoe moet in de komende jaren, dat is bij heel veel partijen hetzelfde. En vandaar dat toen we met z'n vier aan de tafel zaten, we op die hoofdlijnen snel uit waren. We ook goed geluisterd hebben naar wat voor ieder belangrijk is. En ik ben ook wel trots dat we na een maand al een college hebben. Ja. Als je in zo'n dichtbebouwde stad dat doet, dan moet je goed samenwerken met mensen. Dat is belangrijk omdat de oplossing misschien beter wordt. Omdat het draagvlak creëert. En we hebben gewoon gemerkt dat we daar nog steeds op kunnen verbeteren. Dus we gaan het contact met al die Leidenaren, maar ook met instellingen, met de raad, gewoon opzoeken om dat goed te gaan regelen. Het nieuwe college, waar gaat het de komende 4 jaar aan werken? Aan tal van zaken. We krijgen natuurlijk net als elke gemeente de decentralisaties op ons af. Dat is gewoon heel veel tijd en aandacht. Zorg? De zorg, de jeugdzorg. Ja, dat is ook een zorg over hoe we dat goed gaan doen. En we investeren in de kenniseconomie van onze stad. Samen met de universiteiten, contacten tussen bedrijfsleven en onderwijs. De Volkstuinareaal gaat omhoog. De Haarlemmerstraat gaan we opnieuw inrichten. Er komt een heel mooi plein op de Lammermarkt waar een parkeergarage wordt gebouwd. Ja, ik roep er maar even een aantal. Ja. Vakbond FNV gaat actie voeren tegen het huidige sociaal plan dat Avery Dennison aanbiedt bij onderhandelingen over de sluiting van de fabriek bij Hazerswoude Rijndijk. Dat meldt een woordvoerder van de vakbond. Volgens de woordvoerder van FNV is het huidige sociaal plan onvoldoende. Avery Dennison verplaatst de productie in Hazerswoude Rijndijk naar Duitsland, waardoor 186 werknemers hun baan dreigen te verliezen. De productielocatie in Alphen aan den Rijn blijft wel bestaan. De reunie van de discotheek De Marathon in Den Haag aanstaande zondag is bijna uitverkocht. Volgens de organisator zijn bijna alle 700 kaartjes verkocht. De discotheek aan de Wijndalenweg in Den Haag was een begrip in de jaren 70 en 80. Op eerste paasdag herleven de oude tijden met dj's en muziek van toen in café Luden aan het plein. En op het Stanislas College in Pijnakker is vandaag de website digitaalpesten.nl officieel geopend. De site is bedoeld voor kinderen, leraren en ouders en moet het pesten bespreekbaar maken en helpen op te lossen. Zaterdag is het Nationale Dag tegen het Pesten en de website wordt in voorbereiding daarnaar gelanceerd. Hij is de reddende engel van Duindicht, Wieger de Ruiter. De 83-jarige gepensioneerde zakenman heeft sinds gisteravond een optie tot koop op de renbaan, die een schuld van 6 miljoen euro heeft. En toch wil de Ruiter de baan in Wassenaar met hulp van buitenlandse investeerders weer laten floreren. Ja, dat is een mooie baan. En dankzij Wieger de Ruiter blijven er het komende jaar paardenraces in Wassenaar. Duindicht heeft een schuld van 6 miljoen en de Ruiter heeft nu als enige de optie om de renbaan te kopen of te verkopen. Om dat te mogen doen, moet hij wel garant staan voor het prijzengeld. Dat prijzengeld heb ik privé gegarandeerd voor het hele seizoen, voor dit hele jaar tot volgend jaar mei. En over wat voor bedrag hebben we het dan? We hebben het over 170.000 euro. De Ruiter verdiende zijn geld in de scheepvaart en op 83-jarige leeftijd probeert hij nog een mooie deal te sluiten. De renbaan verkopen aan buitenlandse investeerders voor een bedrag van minstens 12 miljoen. Daarmee wordt de schuld afgelost, geïnvesteerd in de baan en wat er overblijft is voor de Ruiter. Om dat voor elkaar te krijgen probeert hij te profiteren van alle internationale aandacht die Den Haag voor de kerntop heeft gehad. Momentum om buitenlandse syndicaten of mensen of bedrijven te interesseren voor deze grond en voor het behoud van de sport, dat is aanwezig. En daar ga ik nou aan werken met mijn vrouw samen. En dus wordt het verkocht aan Arabieren als u het verkoopt? Nee, per se niet. Het hoeven niet per se Arabieren te zijn, maar dat zijn wel mensen met geld en paarden. Maar die heb je in Amerika ook en in het Verre Oosten ook. In Maleisië, Singapore, Hongkong, je wilt niet weten wat die mensen aan paarden hebben. Dus de markt is groot, maar je moet erop af. En dat ga ik doen. En daarbij hoeven de paardenliefhebbers niet bang te zijn dat Duindicht verdwijnt en de koper huizen op de grond zet. Dat wordt contractueel uitgesloten.
grafschennis op de begraafplaats Sint-Petrusbanden in Den Haag. Jolanda Meren, Nijdam uit Den Haag, is boos, maar vooral heel verdrietig. Afgelopen zondag is de bronzen sculptuur die op het graf van haar man stond door dieven gestolen. Die man heb ik ongelooflijk veel omgegeven en het enige wat je nog kunt doen voor hem is dat hij er nog netjes bij ligt als een stukje respect. En een ander die walst daar gewoon doorheen. Jolanda verliest haar man, André, in februari 2000 na een kort ziekbed. Hij is dan pas 53 jaar. Ter nagedachtenis aan hem en de liefde die ze deelde, laat Jolanda een bronzen sculptuur vervaardigen en op zijn graf plaatsen. Ik kwam zondag, ik ga elke week op zondag probeer ik de plantjes te doen en alles. En ik kwam pak een beetje 2:15, 3 hier aanlopen. En ik had het nog niet eens door. Ik denk, wat mis ik nou aan het monument? En ik kijk, ik denk, mijn god, ze hebben dat hele bronzen sculptuur. Is gewoon weg, helemaal weg. Je weet niet wat je meemaakt. Het is net of je wereld stilstaat. Op de Haagse begraafplaats Sint-Petrusbanden, waar Jolanda's man ligt, komt het gelukkig niet vaak voor dat er van een graf gestolen wordt. Maar helaas kan er weinig ondernomen worden als mensen echt kwaad willen. Kunt u geen camera's plaatsen? We kunnen een camera plaatsen bij de uitgang, bij de ingang. Dat hebben we op onze andere begraafplaats gedaan. En onze medewerkers zijn erop gebrand om goed in de gaten te houden, maar ja. Ik kan me niet voorstellen, als je een gezond, weldenkend mens bent, dat je dit soort dingen doet. Want je treft iemand in het meest dierbare wat hij heeft. En dat beeldje, dat hoort bij hem. Het is iets van hem en voor hem. En Pasen is weer op komst. Maar wij hebben het hier op de redactie over paasei-stress. Je koopt een zak paaseitjes. Daar zitten verschillende kleuren in. En dan vraag je af, welke is nou de lekkerste? En waarom blijven de minst lekkere altijd over? Een onderzoek. Hallo, paaseitje. Hoe lekker. Dankjewel. Welke smaak is dit nou? Geen idee, denk melk. Of ja. Ik denk melk, chocola, praline. Oh, nou, het is wit. Paaseistress. Oké, misschien is dat wat overdreven, maar het is een herkenbaar probleem. Dat blijkt. Ik denk dat die blauwe puur is. Ik vind dat ook altijd een ramp, want ik wil altijd graag puur. En er zitten allemaal verschillende in. Nee, dat is melk, zie je wel. Want waar is dat papiertje nou voor? Ik denk meer voor de hygiëne. Als het natuurlijk in grote bedrijven wordt gemaakt, dat het natuurlijk in zakjes gaat. Mensen raken het weer aan en zo gaat het natuurlijk alleen maar door. Liever heb ik ze gewoon zo in de winkel dat je kan kijken wat het is. En met naamkaartjes erbij is het veel makkelijker natuurlijk. Goed gegokt. Oh god, ik heb wit. Nou, ik hou niet van wit, maar wie wel? Jos wel. Zit er nog een soort van logica in, dat je weet... Die is met hazelnoot. En die is met een crispy vulling, dat weet ik in ieder geval zeker. Deze zijn volgens mij met karamel. Wat is nou de meest favoriete smaak? De meeste is toch wel melk, chocolade over het algemeen wel. En half melk, half wit. Houdt u die van? Nee, ik ben niet zo gek op melk. En wat doe je daar dan mee? Ja, nou ik eet hem toch op, want dat vind ik zonde natuurlijk. En als je het nou echt niet meer weet, dan proef je ze toch gewoon allemaal? Meneer, paaseitje? En wat zou we nou in deze schuil gaan? Zo even uitzoeken. Maar eerst het weer met Huub Misé. Na een korte, maar toch wel flinke dip in de temperatuur, morgen krijgen we in het weekend weer wat hogere temperaturen. En dat betekent ook dat met de paasdagen de temperatuur boven normaal komt te liggen, maar het weer blijft wel enigszins wisselvallig. En vandaag hadden we ook een licht wisselvallig weerbeeld. Het was overdag in ieder geval droog met hoge bewolking. En daarin was vanochtend een mooie kring te zien, een halo om de zon. Maar een kring om de zon betekent wel water in de ton. Maar goed, die regen die komt pas vanavond, want vanmiddag was het nog droog. Ook met wat hoge bewolking en de temperatuur liep erbij alweer op naar zo'n 17 graden, maar wel bij een wat aantrekkende wind. Maar goed, ik zei het al, vanavond krijgen we wel te maken met regen. Dan passeert er een front, er is dan uiteraard ook veel bewolking. In de loop van de nacht komen er weer opklaringen en dan wordt het ook weer droger. De wind die aanvankelijk westelijk zal zijn, die wordt later vannacht noordwestelijk, blijft matig, aan de kust vrij krachtig. En de temperatuur die daalt tot ongeveer 6 graden. Morgen zal er meer bewolking zijn dan vandaag. Er komt wel af en toe zon en de kans op een bui is maar klein. Maar met een noord-noordwestenwind die matig zal zijn aan de kust vrij krachtig, wordt dus aanzienlijk koelere lucht aangevoerd. Morgen wordt het slechts zo'n 10 of misschien 11 graden.
Maar dan, zaterdag, dan wordt die temperatuur dus alweer hoger. We hebben aanvankelijk zeker wel wolkenvelden, maar in de loop van zaterdag komt er ook weer zon. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt de temperatuur dan alweer zo'n 14 of misschien 15 graden. Dankjewel, Huub. Ja. Ik wilde dus melk, maar er zat weer puur in. Helaas. Nou, tot zover aan het TV West nieuws voor dit moment. Kijk op omroepwest.nl en volg onze apps voor uw smartphone of tablet voor meer nieuws. En onze collega's van 89.3 Radio West houden u natuurlijk ook op de hoogte. Hier kunt u zo meteen weer gaan kijken naar avonturen van de West Safari-verslaggevers. En wij zijn er morgenochtend weer vanaf 7 uur. Hele fijne avond.